Het is heel belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat klimaat niet een milieuprobleem is. En dat is denk ik heel mooi hier nog eens samengevat. Dat, zoals Barack Obama het zei, bij alle uitdagingen die we hier bespreken, terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, zal één kwestie de contouren van de volgende eeuw dramatischer bepalen dan alle andere. En dat is de urgentie van de dreiging van klimaatverandering. Zoals Ignace zei, we hebben nu al 0,8 graden opwarming die we meemaken. Dat is het gevolg van uitstoot tot in de jaren 80. Er is ongeveer een vertraging van 30 à 40 jaar tussen oorzaak en gevolg. Dus dat is gebeurd, happened. Intussen, sinds de jaren 80, hebben we nog zoveel extra tonnen CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. Die CO2 blijft tenminste 120 jaar lang actief, nog veel langer eigenlijk. Dus kiezen we eigenlijk sowieso, wat we ook doen, voor 1,5 graden opwarming. Dat zit in de pipeline. Daar is eigenlijk geen uitweg uit. En dus de hamvraag is, gaan we erin slagen om onder die 2 graden te blijven? Het kritische tipping point, het kantelpunt. Voorbij de welke we eigenlijk riskeren klimaatverandering te hebben die zichzelf gaat versterken. Dat is echt het kantelpunt. En dat is de hele discussie die nu loopt. In het zwart staat de hoeveelheid CO2 aangeduid die we eigenlijk nog zouden mogen aan onze atmosfeer toevoegen. Ons carbon budget. Dat is het budget waar we het mee moeten doen als we onder die 2 graden grens willen blijven. Het probleem is dat als we gaan kijken naar de Shells en Texas, de Texaco's en andere BP's van deze wereld, de oliebedrijven, olie- en gas- en steenkoolbedrijven, dan is er een hoeveelheid mogelijke CO2 in de vorm van fossiele brandstof in hun reserves die bijna 4 à 5 keer groter is dan wat we nog aan onze atmosfeer mogen toevoegen. Dat is de oppervlaktes in het oranje. En er is een enorme druk om die fossiele brandstof, die zo waardevol zijn, uit de grond te halen, te vermarkten, te verbranden. En automatisch komt de CO2 die daarin ingebed zit aan onze atmosfeer, zal die toegevoegd worden. Dus automatisch, op het moment dat we kiezen om business as usual te laten verder gaan, kiezen we de facto voor een ander scenario. Dat is geen toekomstlezen of zo, dat is gewoon pure fysica. Meer carbon in de atmosfeer betekent dat we kiezen voor een ander scenario. 3 à 4 graden, 5 à 6 graden. Optie 1, business as usual. Ik denk dat ik daar eigenlijk geen tekeningsje moet over maken. Business as usual is eigenlijk gewoon op weg naar een wereld van 4 graden. Dat zijn wij niet die het zeggen. Het laatste IPCC-rapport dat in november gepubliceerd is, geeft aan dat de uitstoot van CO2 niet alleen niet vermindert, het blijft stijgen, hè, we stijgen, maar de snelheid met de welke we stijgen neemt ook toe. Dus we zijn eigenlijk helemaal niet op koers om af te buigen. Volgens de IPCC zijn we eigenlijk gewoon steeds sneller aan het stijgen. Het Internationaal Energieagentschap heeft de rapporten van het IPCC, het laatste rapport van het IPCC, geanalyseerd. En zij zeggen eigenlijk, als we dat zien, dan is het waarschijnlijk, als we gewoon de koers blijven volgen, is het waarschijnlijk dat we naar 3,5 of 5,3, tussen de 3,6 en 5,3 graden gaan evolueren. PricewaterhouseCoopers, die toch niet Greenpeace of WWF zijn, publiceren al 6 jaar na elkaar een studie over een staat van waar we staan ten opzichte van klimaatverandering. Die zeggen precies hetzelfde. Dit is de koers die we zouden moeten volgen, als we het menen. Als we echt willen afstappen van fossiele brandstoffen en de 2 graden willen vermijden, dit is de koers waar we nu op zitten. En wat zeggen ze? Leading to a significant chance of exceeding 4 degrees. Nu, wat betekent dat? Dat is op zich abstract weer al. 4 graden, 3 graden, 2 graden. Wel, om een paar voorbeelden te geven. Vanaf dat we de 2 graden voorbij zijn, spreken we van een tipping point. Dus spreken we van de mogelijkheid dat het klimaatsysteem zich gaat versterken.
En wat we ook doen op dat moment, stel dat we dan op één decennium plots alles decarboniseren en fossielvrij maken, wat we ook doen door de methaan die vrijkomt uit permafrost en andere vicieuze cirkels, gaat de klimaatverandering zich vele decennia of honderden jaren verder zetten. Dus dat is het eerste en het belangrijkste gevaar. Maar om iets heel concreet en iets heel dicht bij huis aan te geven, 4 graden betekent ook bijvoorbeeld dat tegen 2100 in het Middellandse zeegebied, Italië, Spanje, Griekenland, verwoestijnen. Tegen 2100. Heel dichtbij, heel concreet. 4 graden betekent ook dat bijna 40% van levende soorten met uitsterven bedreigd zijn. 40%. Dus dit is business as usual. Tenzij er iets fundamenteel verandert, is dit de keuze die we überhaupt maken. Door niet te kiezen, kiezen we voor deze toekomst. Optie 2 is in ons ogen veel interessanter. Dat is hetgeen dat we al jaren met een heleboel mensen, ook een heleboel mensen die hier in de zaal aan zitten, vanuit steden tot middenveld, tot individuele burgerkeuzes, tot allerlei acties die genomen worden. Iedereen weet eigenlijk dat optie 2 de veel interessantere is en dat er daar een heleboel nuttige neveneffecten zijn. Maar ik wil toch nog even aanhalen. Wat kan optie 2 zijn? Kunnen we überhaupt die snelle omslag maken of hebben we daar een soort science-fiction-achtige oplossing voor nodig? 2 concrete voorbeelden. Hè? Radicale energiebesparing, ik denk dat ik niets nieuws vertel. En daarnaast, voor af te stappen van fossiele brandstof, moeten we natuurlijk overstappen op hernieuwbare energie. Nu, die radicale energiebesparing, één voorbeeld dat ik heel interessant vind, is wat ze in Nederland doen, de deal stroomversnelling. Waarbij ze 1,8 miljoen woningen van tussen de 1950 en 1980, willen aanpakken. En ze gaan die woningen energie-neutraal maken. Nul op de teller, noemen ze het in Nederland. Dat gebeurt in 10 dagen tijd. Dus het is geen proces van 6 maanden of zo. In 10 dagen woning van een redelijk slecht geïsoleerde woning. Typisch betalen die mensen €175 per maand aan energie, wat daar redelijk groot is. En na die 10 dagen is het €0 per maand. Nu, hoe wordt die renovatie gefinancierd? Door die €175 aan te wenden en op die manier de financiering van die renovatiewerken af te betalen. En daar zijn allerlei partijen, 170 partijen, samengekomen. De banken, ING, ABN AMRO, Triodos, het Middenveld, Greenpeace, etc., de overheid, de aannemers, materiaalleveranciers, zijn allemaal samengekomen en hebben gezegd van kijk, dat is een ongelooflijke nood, maar het is ook een ongelooflijke opportuniteit om ervoor te gaan. En ze hebben dat in gang gezet. En dat creëert in de komende paar jaar 10.000 extra jobs. En er is geschat dat er, om alle woningen aan te pakken, dat ze in de komende 10, 15 jaar 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen creëren. Jobs die hier zullen plaatsvinden, die niet outgesourced worden en die eigenlijk ook ervoor zorgt dat Nederland op dat vlak een heel innovatieve voorsprong kan nemen. Tweede hefboom is natuurlijk overstappen van de fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. En daar kunnen we een hele boom over zetten. Maar ik wil opnieuw iets van heel dichtbij bij ons tonen. Weinig mensen weten dat wat we hier doen, de Sea Powers en Bellwind en Noordwind en al die projecten die we hier aan de Noordzeekust uitbouwen, dat dat echt innovatief is op internationaal vlak. En dat is een handvol mensen, waarschijnlijk zitten er een aantal van in de zaal, die ik denk 13, 14 jaar geleden samen in een restaurant in Brussel-Noord ergens zaten en zeiden van mochten we nu eens windmolens op zee gaan bouwen? En er was toen niets, er was geen wetgeving. De technologie om op die diepte te gaan boren en windmolens te verankeren bestond niet. Geen idee hoe dat de kabels tot op het vasteland terug zouden komen. En ze zijn begonnen met een aantal proefmolens, 6-tal, hebben dat geëvalueerd. En nu wordt die technologie niet alleen hier geïmplementeerd, maar wordt die ook geëxporteerd wereldwijd, omdat we echt de pioniers zijn om op die diepte windmolens te gaan uitbouwen en te gaan plaatsen. En het mooie daaraan is dat dat natuurlijk enerzijds voor ons, dat is iets waar we fier op kunnen zijn, maar dat is een klein teken van wat er ons te wachten zou staan
als we kiezen voor dat tweede scenario, als we kiezen voor die energietransitie. Een deel van de jobs gaan verdwijnen, jobs in de fossiele sector, maar in het groen gaat er een heel groot deel aan arbeidsplaatsencreatie zijn en energiebesparing en nog een groter deel in het opwekken van hernieuwbare energie. Maar we kunnen niet te snel hoera roepen. Het is niet omdat er een cool project in Nederland is en dat we hier innovatieve dingen doen rond hernieuwbare energie, dat we die energietransitie gewonnen hebben. In het verleden is het nooit zo geweest dat dit soort enorme transities plaatsgevonden heeft zonder een aanjagende, sturende rol van de overheid. Dat is nooit zo geweest. Dat is niet zo geweest voor ons opvoedingssysteem, voor de gezondheidszorg, voor het netwerk van autosnelwegen, voor de elektrificatie van ons energiesysteem. De overheid heeft daar altijd een heel belangrijke rol in gespeeld. En onze overheid beseft dat. Zij zijn onder andere mede-initiatiefnemers van de Cancun Agreements, 4 jaar geleden, waar meer dan 195, ik weet niet hoeveel dat er zijn, landen samengekomen zijn en hebben overeengekomen dat enerzijds 2 graden echt absoluut een gevaarlijke grens is. Dus we willen daar absoluut onder blijven. En als we daaronder willen blijven, moeten we ervoor zorgen dat we tegen 2020 25-40% reduceren. Broeikasgassenuitstoot. En tegen 2050 80-95%. En iedereen is daarover eens. Wetenschappers en politici, regeringsleiders van 195 landen hebben dat afgesproken en zijn het daarover eens. We hebben dat dan vertaald in België. Vorig jaar is er een studie uitgekomen, ondertekend door Melchior Wattelet. Een roadmap die zegt van kijk, oké, we weten dat. Wat moeten we in België doen, heel lokaal, met ons transport en onze industrie en onze woningpark, etc. Wat moeten we daar doen om effectief die reductie te kunnen doorvoeren? En er is een heel plan voor opgesteld, waarbij we eigenlijk, als we gaan kijken naar wat ze voorstellen, ongeveer op hetzelfde uitkomen. Ze zeggen zelf 5,1% reductie per jaar verminderen. Dus dat komt uit op 46% reductie tegen 2020. Het is zelf nog iets ambitieuzer. En bijna 90% in 2050. Dat is een van de grafieken uit die studie. Die toont van enerzijds toont hij wel het slechte nieuws, eerlijk gezegd, is dat we tussen 1990 en 2010 niet zo bijster veel gedaan hebben. We hebben ongeveer 0,4% per jaar gereduceerd. En nu moeten we plots naar 5,1% gaan. Dus je ziet al de uitdaging die eraan zit te komen. Maar ze zeggen wel in dat rapport dat die analyse toont dat een koolstofarme maatschappij zelfs kan leiden tot een verlaging van de totale systeemkost. Omdat de bijkomende investeringskosten eigenlijk gecompenseerd zullen worden door lagere brandstofkosten. Dus ze zijn ook in die studie ervan overtuigd dat dat een positieve return kan geven voor ons. Nu, als we gaan kijken waar we effectief staan, dus we zeggen één ding, we geloven in dat tweede scenario, we onderschrijven dat, we onderhandelen dat mee op het internationale toneel, dat is wat we moeten kiezen. Maar als we dan kijken waar we effectief staan, dan zeggen we, eigenlijk is dat niet zo goed. Het Europese Milieuagentschap heeft dit jaar, zoals ieder jaar, een rapport opgesteld waarbij een analyse gemaakt wordt van waar we staan op vlak van Europese doelstellingen. En dat is het rapport van dit jaar. In Europa is er een heleboel vooruitgang. Noticeable progress has been achieved compared to last year. But Belgium and Germany are 2 member states considered not to be on track with respect to greenhouse gas emissions and energy efficiency improvements. Dus die Europese doelstellingen die lager zijn, by the way, dan wat er daar in Cancun en zo geargumenteerd wordt, die worden niet gehaald. En dus eigenlijk moeten we vaststellen dat de doelstellingen waarvan dat we zelf vinden dat die noodzakelijk zijn in België, waar we mee aan de kar trekken, halen we zelf niet. Dus we doen eigenlijk niet wat we zeggen. Dat is de laatste grafiek en dan gaan we afronden waar we ons nu bevinden. Dat is die laatste 20 jaar. We hebben niet zoveel gedaan. De laatste paar jaar zijn we op koers. Wat het zal zijn in de toekomst, weet ik niet. De blauwe lijn is wat in de roadmap staat
die de federale overheid vorig jaar uitgestipt heeft. Dat is 5,1% per jaar. Dat is wat we zouden moeten doen. Dit is, mochten we vanaf vandaag onze inspanningen ten opzichte van de laatste 20 jaar vervijfvoudigen, hè, dan is dat die oranje lijn. En dan komen we er nog niet. Dus er is een grote gap tussen wat we zeggen dat we zouden moeten doen en wat we effectief doen. En dat is een van de belangrijke punten die we vanavond hier en de avond verder moeten in gedachten houden als we onze case gaan voorstellen, is dat we één ding zeggen, maar eigenlijk iets totaal anders doen. Dank u wel.